In deze video wil ik het hebben over een nieuwe plugin voor Lightroom. Die heet Intensify Pro van MacFun Software. Intensify is dus een plugin die je toelaat om bijvoorbeeld van deze foto. Naar dit soort van foto te gaan. Dus het is een beeldbewerkingsplugin, uiteraard. En hij werkt zowel in Lightroom als in Photoshop, als in Photoshop Elements. En hij kan ook op zichzelf staan. Dus als je geen van die drie pakketten hebt, dan nog kan je de plugin gebruiken. En hij werkt zelfs eigenlijk vrij goed eh, als standalone applicatie. Maar ik heb het wel een andere keer over de standalone versie. Ik wil hem nu tonen als. Plugin voor Lightroom. En de kracht, denk ik, van Intensify Pro zit hem in de heel grote controle die je hebt over zaken zoals contrast en structuur. En je kan in Lightroom natuurlijk in je ontwikkelmodule een, een heel aantal standaard dingen al doen, maar als het echt gaat over doorgedreven contrast, doorgedreven controle over structuur, in Lightroom heb je eigenlijk enkel de Clarity en de sharpening schuifregelaars die de scherpte regelen. Intensify Pro heeft, ik denk, drie of vier verschillende panelen om dat te doen. En hetzelfde geldt voor contrast. Contrastbeheersing in Lightroom is vrij beperkt. Intensify Pro heeft veel meer mogelijkheden. Dus laten we gewoon eens de plugin induiken. En dat doen we zoals altijd via foto, edit in. En in dit geval kies ik hier Intensify Pro. En zoals altijd maakt Lightroom een TIFF aan. Die dan geopend wordt in de plugin. Het leuke aan Intensify is dat er ook heel wat werk gedaan wordt aan tips om de software beter te leren gebruiken. Dus je kan ervoor kiezen dat tijdens het opstarten, je telkens een nieuwe tooltip krijgt. Bijvoorbeeld wanneer dat je Pro Contrast gebruikt. Begin dan met de midtones en. Verander dan de highlights en de shadows. Je kan ervoor kiezen om die dingen uit te zetten. Je kan zelfs video's bekijken enzovoort. enzovoort. We gaan hier nu gewoon continue klikken. Zo, en je, zo dit is de Intensify Pro interface. En je ziet dat die redelijk lijkt op die van Lightroom. En Je hebt eigenlijk twee grote gebieden. Je hebt het leuk like, Adjust, waar je dus heel specifieke aanpassingen kan doen. En je hebt ook het luik Presets. En Presets zijn voorgeprogrammeerde combinaties van de Adjust schuifregelaars. Dus het lijkt wat dat betreft heel sterk op. Lightroom. Dus je kan werken met presets en die doen dus niets anders dan de schuifregelaars op een bepaalde waarde zetten. Bijvoorbeeld laat me even de dramatic black and white preset eruit kiezen en die geeft meteen, vind ik zelf wel een heel mooie zwart-wit preset. En als je dat bijvoorbeeld mooi vindt, dan kan je op het sterretje klikken hier en dan wordt die eigenlijk die preset aan je favorieten toegevoegd. Je ziet ook dat je een amount schuifregelaar hebt die je toelaat om eigenlijk gewoon de dekking van een preset te gaan faden. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik eigenlijk wel een beetje mis in Lightroom. In Lightroom kan je wel presets toepassen, maar je kan ze niet echt gaan faden. Als je een preset wil faden, dan moet je eigenlijk elke individuele waarde van die preset gaan, gaan aanpassen. Oké. Okay. Goed, laten we nog eens een paar andere presets bekijken, bijvoorbeeld de architectural details. Die zie je zoals je ziet, gaat die heel sterk de details in de architectuur benadrukken. Alleen ik denk dat in dit geval de belichting een beetje hoger mag. Maar dan kan ik perfect switchen van het presets luik naar het adjustment luik. En hier bijvoorbeeld de belichting inderdaad wat gaan optrekken. Dus de presets zijn één manier om met Intensify te werken. De andere zijn de specifieke aanpassingen. En laat me even deze foto resetten en tonen wat je daarmee kan doen. Dus in dit geval ga ik de belichting een stukje optrekken. Ik ga de highlights. Ook wat optrekken en de schaduwen tenslotte. En ik ga dan mij richten op de schuifregelaars die eigenlijk uniek zijn voor MacFun, want tot nu toe kon ik dit ook eigenlijk wel in Lightroom doen. Maar dan komen we dus tot de unieke schuifregelaars en de belangrijkste hier zijn MidTone, of liever Pro Contrast, Structure en Details. Pro Contrast laat je toe, maar zoals de naam het zelf al zegt, om, om heel gedetailleerd in te grijpen op contrast. Dus bijvoorbeeld wanneer ik hier de contrastschuifregelaar optrek, dan kan ik. Met de offset-schuifregelaar, en dat is echt een unieke schuifregelaar, de richting van dat contrast gaan aanpassen. En bijvoorbeeld wanneer ik hem hier naar um, rechts schuif, dan krijg ik eigenlijk een heel mooi genuanceerd contrast in dat beeld. Als ik even mijn voor- en naweergave inzet, dan zie je dat dit een. een een pak uh, meer sprekend wordt. De kleuren worden, worden levendiger, het, het ganse beeld spreekt gewoon meer aan. En je kan het ook even, ik zal even de voor- en nabergave terug uitzetten, je kan ook elk paneel, zoals in Lightroom, individueel aan- en uitzetten. Wanneer je dus het, de Midtone Pro Contrast geregeld hebt, kan je dan verder gaan en bijvoorbeeld in de Shadows apart en in de Highlights apart ook nog contrast gaan toevoegen. Bijvoorbeeld in dit geval ga ik... De schaduwen een klein beetje ophelderen door daar ook dat contrast toe te voegen. We gaan verder naar de structure schuifregelaar. En ook hier weer heb je een, een heel gedetailleerde structuur. Herinner je in Lightroom is dit één schuifregelaar, Clarity. Hier heb je verschillende opties voor midtones, highlights en shadows. Bijvoorbeeld als ik de midtones extra in de verf zet. Zie wat er gebeurt met die textuur op die trappen en dergelijke. Ik kan dat heel hard apart gaan regelen. En misschien wil ik het in de shadows niet zo sterk. Want dan ga ik de texturen vooral in de huid van die vrouwen gaan benadrukken. En dat wil ik eigenlijk liever niet. Ik kan de strength op zich ook nog eens gaan aanpassen. We gaan niet overdrijven. Dat is niet de bedoeling. Details is eigenlijk, gaat nog wat fijner. Structure zijn de grote structuren. Details heeft eigenlijk meer te maken met verscherping op zich. En ook hier weer kan ik de globale... En dan heb ik een onderscheid tussen highlights en shadows. En ik kan bijvoorbeeld hier... De medium, die een pak optrekken en opnieuw even switchen naar de voor- en naweergave. Je ziet wat we er allemaal aan detail kunnen gaan uitpuren. Ja. Micro sharpness is nog een schuifje verder. Het gaat echt over de heel specifieke micro Ga ik hier nu even overgaan. En tenslotte kan ik natuurlijk ook een vignet gaan toevoegen. Wat ik hier, hier even ga doen. Oké. Okay. Goed. Een mooi iets in uh, Intensify Pro is dat je met lagen kan werken. Dus in dit geval bijvoorbeeld vind ik dit effect wel vrij leuk. Ik ga nog even de belichting een klein beetje meer optrekken. Maar ik vind dat mijn dames in kwestie iets te donker zijn. Wel in dit geval wat ik in uh, Intensify kan doen is: ik kan op het plusteken klikken hier bij mijn lagen en ik kan een aparte laag toevoegen. En ik ga de belichting optrekken en de schaduwen en natuurlijk gans mijn foto wordt nu lichter en dat wil ik eigenlijk niet. Maar wat ik nu kan doen is hier de laag targeten en dan kan ik zeggen dat ik eigenlijk hier een met de borstel in wil schilderen. En ik ga, het is een beetje zoals lagen en aanpassingslagen in Photoshop als je die kent. Dus ik zeg invert. Dit gaat eigenlijk het volledige effect gaan verbergen. En dan kan ik nu met mijn borstel door te schilderen met wit kan ik hier nu lokaal, je ziet dat ik eigenlijk met wit schilder in dit laagmasker, en daardoor breng ik lokaal terug de, het effect van deze aanpassingslaag, als het ware van deze Dodge and Burn laag, terug tot uiting. En de shortcuts om de borstel groter en kleiner te maken zijn dezelfde als in Photoshop, en dat is de vierkante haakjes. Zo. Dit is... Voor het effect, dit is na het effect. En we gaan nog even naar de volledige voor- en na weergave. En ik ga even uitzoomen. En ook die shortcuts zijn hetzelfde, zoals in Lightroom of in Photoshop, Command Plus of Command Min. En zo zie je dat we eigenlijk in vrij korte tijd van de linkse naar de rechtse foto geweest zijn. Om het effect toe te passen, klik ik gewoon op de apply knop. En dan wordt dit uitgerekend, en wordt er een tip terug naar mijn Lightroom catalogus gestuurd. Macfun heeft nog twee andere plugins. De ene Focus, en dat is een plugin die je toelaat om te spelen met onscherpte en met tilt shift effecten en dergelijke. En de andere is Snap Heal, en dat is een plugin om ongewenste effecten of ongewenste stukken van foto's te gaan verwijderen. Op beide plugins kom ik nog terug op een, in een latere video. Dat was het voor nu. Bedankt om te kijken en hopelijk tot binnenkort.